Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over lasergraveren. Ik ben u nog een video schuldig. En dat is de video waarin ik ga laten zien wat je nu met zo'n camera in je laser kunt doen. Daarvoor ga ik iets heel raars doen, waar het eigenlijk helemaal niet voor gemaakt is, maar wat wel werkt. Begin volgend jaar ga ik naar een evenement. En daar ga ik met mijn laser onder andere wat spulletjes verkopen, zoals sleutelhangers en pennen. Om pennen te kunnen laseren en om sleutelhangers te kunnen laseren is het beste als je een mal gaat maken. En dat ga ik doen met de functies van die camera, zul je straks gaan zien. Althans, ik ga je laten zien hoe die functies daarbij kunnen helpen. Want wat ik ga maken is nog niet de echte mal, daarvoor is het nog te vroeg. Want wat wel heel belangrijk is als je met een mal gaat werken, is dat je 100% zeker moet weten dat die mal iedere keer op exact dezelfde positie komt te liggen. Daartoe zal ik hem in het werkbed vastschroeven, zeg maar. Nou, dat ga ik nu niet doen, maar ik ga je wel laten zien hoe de functies kunnen helpen die de camera biedt om bijvoorbeeld een mal te maken voor deze pennen bijvoorbeeld. Want dat is heel goed te doen met de camera functie. Ik kan je op voorhand al zeggen, als je moet gaan uitmeten welke mate die pen heeft, ja, die lengte kun je wel bepalen, de dikte kun je wel bepalen, maar er zit ook nog een houdertje aan. En je wilt natuurlijk niet over dat houdertje laseren. Dus op het moment dat je hem gaat laseren, wil je dat die ligt, zeg maar. Dat houdertje naar de zijkant ligt. En dat zorgt ervoor dat die pen niet meer recht is. En dan kan je natuurlijk gaan tekenen in Lightburn. Maar daar komt die camera om de hoek kijken. Dus wat ik ga laten zien in deze video is hoe je met die camera zaken die bijvoorbeeld op papier staan. Denk aan een kind of een kleinkind wat je hebt die een tekening maakt. En jij wil die tekening op een stuk hout overgezet hebben, zodat die nooit meer verloren gaat omdat dat van dat kind is. Nou, dan kun je die functie gebruiken die ik ook ga gebruiken zo meteen bij die pen. Dat is namelijk de traceerfunctie. De traceerfunctie aan de hand van de camera die boven de laser hangt. En datzelfde geldt dan dat als ik eenmaal die vorm van die pen met die traceerfunctie voor elkaar heb, en ik heb bijvoorbeeld een stuk hout wat niet meer helemaal is. Ik heb daar al stukken uitgelezen of stukken zijn daarvan weg en ik wil dat toch uit dat ene stuk hout laseren. Hoe doe je dat dan? Ja? Want ook dat kan je aan de hand van die camera doen. Nou, ik ga dat dus doen aan de hand van de mal. De mal maken ga ik je niet helemaal laten zien. Ik ga je laten zien hoe je die pennet kunt traceren en hoe je dus ook afbeeldingen en dergelijke kunt traceren. En ik ga je laten zien hoe je dan die pen, of althans datgene wat je dan uit wilt laseren, hoe je dat kunt positioneren op het materiaal waarop je wilt werken. Later, als ik die mal ga maken, ga ik daarbij deze technieken gebruiken. Ik hoop dat je het alvast leuk gaat vinden. We gaan richting de laser. Daar zijn we dan bij de laser. Ik heb de verlichting van de enclosure aangedaan. En de camera staat aan. Wat ik nu ga doen, ik ga een vel wit papier hier opleggen. Waarom doe ik dat? Ik wil namelijk de omtrek van zo'n pen gaan scannen. Dus ik leg de pen erop. Andersom. Zo. Probeer hem een beetje midden onder de camera te leggen. Zo. En nu gaan we, waarom doe ik het overigens dat witte vel papier? Dat is om contrast te krijgen. Die pen is ook hout en heeft een beetje dezelfde kleur als het achtergrondhout. En nu ga ik naar Lightburn, naar mijn camera settings. En wat ik ga proberen te doen, ik hoop dat het lukt. Ik ga proberen die pen te traceren. Ik probeer die pen wel zoveel mogelijk recht te leggen. Dus ik check het nog even. Nou, dat ligt aardig recht. Niet 100%, maar dat is iets beter straks voor het uitrichten. Ik ga naar Lightburn toe. Zo, in Lightburn gaan we nu naar dat tabblad camerabediening. Hij staat hier bij mij boven, hij kan ook onderin staan. Dat hangt er vanaf hoe u uw Lightburn hebt ingesteld. Als die camerabediening ontbreekt, dan lijkt mij dat er iets mis is gegaan met uw calibratie. Want eigenlijk heb je dat venster daarbij nodig. Je kunt het aanzetten bij venster en dan camerabediening. We zien die pen liggen.
En wat ik nu doe, dat heb ik eigenlijk al gedaan. Ik doe overleven versen, zodat ik het beeld wat ik hier zie aan de rechterkant ook hier midden in het scherm te zien krijg. We zien hier wat knoppen. We zien overleven versen. Dat is dus nogmaals om het beeld wat ik hier zie ook hier gezien te krijgen. Dat gaan we zo meteen nog zien. We hebben traceren, dat is een knop die we zo meteen gaan gebruiken. We hebben instellingen opslaan, dat is het opslaan van de instellingen die de camera mee heeft gekregen. Hier kunnen we kiezen voor welke camera, dat is in mijn geval de HD Pro Webcam C920. We hebben een knop voor vervaging, kijk naar links wat er gebeurt. Dan is zeg maar het werkveld en de foto zijn een beetje half vervaagd door elkaar heen. En als ik alleen het echte werkveld wil zien, zal ik zo meteen ook nog laten zien, klik ik op tonen. Want dan wordt dit niet meer getoond, zeg maar, die afbeelding als het ware. En we hebben nog wat verschuivingsmogelijkheden. Op dit moment denk ik niet dat ik het nodig heb. Wat ik ga doen, ik klik op de knop traceren. Deze functie kennen we vanuit Lightburn als het goed is, want ik heb hem al wat vaker gebruikt. Als ik nou ga inzoomen, dan zien we dus die pen met een wat rozige lijn eromheen. En dan kun je met die schuifbalken gaan spelen om dat beter te krijgen. Maar de mooiste methode eigenlijk, wat mij betreft, al is dit al niet slecht hoor, laat ik dat voorop stellen. De mooiste methode is eigenlijk schetsen traceren aan te zetten. En dan met de schuifbalk te spelen, dat je zeg maar een goede afbeelding krijgt. Zoals, nou eens even kijken, dat er wat dingen in het midden staan. Daar hoef je je niet druk om te maken. Laat me dat ook gelijk even aangeven. Even kijken of we een goede afbeelding kunnen krijgen. Nou, nog niet helemaal goed, hè? Maar we moeten hem zo goed mogelijk zien te krijgen. Even kijken wat gebeurt als ik hier nu de afbeelding vervagen doe. Zie je, dan is die afbeelding is niet helemaal correct hier. Dus dat is niet goed. Dus we gaan even terug. Ik ga die schetsen traceren weer uitzetten. En dan pak ik toch misschien die andere methode. Kijk, want hier wordt die wel redelijk goed getoond. Hij ligt niet helemaal recht. En nogmaals, die dingen hier in het midden hoeven we ons niet druk over te maken. Dus ik traceer hiermee de outline van die pen. En nu zeg ik oké. Hartstikke mooi. Nu moet ik alleen wel oppassen. Ik ga dus nu dat tonen uitzetten. Dan zie ik gewoon mijn werkveld. Dan zien we dat er heel veel dingen ook omheen zitten. Zoals deze lijn hier. En deze lijn en dit. Dus wat ik ga doen, ik heb alles geselecteerd en ik ga het ungroepen. En dan ga ik één voor één zaken weggooien. Dat is eerst die bovenste. Die doe ik deleten. Zo. Dan doe ik deze lijn deleten. Dan heb ik nog wat ruis hier, zoals je ziet. Ook eruit gooien. En als het goed is, is er nu geen ruis meer. Dat gaan we even zien door erop te klikken, want dan zien we de maat. Nou, dat klopt ongeveer, dat weet ik toevallig. Nu ga ik inzoomen, want ik wil ook die stukjes hier in het midden weg hebben. Dus ik ga dit weghalen bijvoorbeeld. En ik ga deze weghalen. En ik ga deze weghalen. En deze weghalen. En dan heb ik nu alleen nog maar het contour van de pen over. En dat wil ik natuurlijk gaan laseren. Dus ik ben zo bij je terug, want we gaan weer even naar de laser kijken nu. Ben ik nu bij de laser. Ik heb mijn honeycomb bed erop gelegd. En ik heb gewoon een stuk hout erop gelegd. En ik heb niet eens gekeken naar hoe ik het erop leg. Want dat is namelijk de kracht van dit systeem. Namelijk, zullen we zo meteen zien. Wat ik nu ga doen. Ik ga opnieuw naar de software. Ik ga opnieuw een scan maken van mijn werkbed en dan moet je maar eens kijken wat ik daarmee ga doen. Zo, we zien hier rechts dus nu dat object liggen. Ik doe tonen, dat is 1. We zien hier echter nog de oude afbeelding, ik zoom ook gelijk even uit. En ik doe overleven versen. Maar we zien hier nog steeds die zwarte pen op liggen. En die zwarte pen die selecteer ik. Dat zwart is natuurlijk snijden en lagen, dat snap je misschien wel. En nu kan ik in principe die pen gaan positioneren daar waar ik het wil. En zodanig dat mijn hout ook nog eens een keer maximaal gebruikt wordt.
Zo. Ongeveer. Ja. Nu ga ik naar snijden en lagen. Dus als je zou kijken, je zou tonen uitzetten, dan is dit zoals die pen nu ligt. Nou prima, niks mis mee. Ik zet snijden lagen of de tonen aan. Ik ga naar snijden lagen. Ik geef hem de settings mee zoals ik normaal gesproken ga snijden. Ik ga even de Air Assist aanzetten. En ik ga dit snijden op die houten plaat. Zoals ik het hier gemaakt heb. Dus met andere woorden, de twee dingen die ik nu doe met die camera. Is het ene het traceren van het object. Maar dat had dus ook gewoon een witte afbeelding kunnen zijn. Op een tekening op papier. Ja, die je vervolgens kunt overtrekken. Opslaan. En laseren op ander materiaal. Maar wat je ook kan doen. Is dus zoals ik dat hier met die pen doe. Die pen gevormd. Via dat traceren. En vervolgens op de ideale plek op het hout neerleggen, waarbij het niet eens uitmaakt hoe jij dat hout plaatst. Want jij kunt die pen draaien. Nou, dat ga ik nu laseren. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien. De oplettende kijker die heeft vastgesteld dat de pen iets verder naar rechts is gelaserd dan dat die was geplaatst op het werkbed. En dat bedoel ik met Lightburn. Wat kan de reden daarvan zijn? De reden kan zijn dat ik A, op enig moment toch per ongeluk die camera weer een heel klein stukje verschoven heb. Maar wat ook kan zijn, is omdat ik natuurlijk snij op een honeycomb bed. En dat is een centimeter of 2,5 hoger dan het werkbed waarop de camera gekalibreerd is. Houd dus altijd rekening met een afwijking van een 2-3 mm als je dit doet. Dit is overigens verder goed gegaan hoor. Zul je zometeen zien, de pen gaat passen. Maar houd rekening met als je dus zeg maar op deze methode iets plaatst op je materiaal, dat je altijd een beetje speling links en rechts houdt. Dat zou ik even als gedachtegang mee willen geven. Doordat het randje van die T is meegenomen, past hij er zelfs heel gemakkelijk in. Maar zelfs een leek kan zien dat deze pen prima past in deze mal. Zie je dat? Zo kan je dus heel gemakkelijk een mal maken voor iets wat je traceert op je camera. Wat ik ga doen, ik ga de camera opnieuw kalibreren. Want je ziet dus dat dat toch enigszins regelmatig moet gebeuren, want anders gaat het niet goed. Dat ga ik doen. Ik hoop dat deze video je heeft laten zien waar de camera voor gebruikt kan worden. En ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Fijne Sinterklaas vandaag. Dag.